Hier is Hilversum de AVRO. Dames en heren, wij brengen u AVRO's bonte dinsdagavondtrein. Vanavond een radiorevue. Halt als de trein nadert. De medewerkenden zijn Willy Walden, onder meer juffrouw Snap. Piet Meuzelaar, onder meer juffrouw Snip. Emmy Klerts, Jean Dubéla, Pierre Palla en anderen. De AVRO Girls, het AVRO voor de Vielorkest. Algehele leiding René Sleeswijk. Muzikale leiding Pim de la Fuente. Zoals dat gebruikelijk is, dames en heren, beginnen we dit programma met het u allen welbekende lied van de bonte dinsdagavondtrein. Even goed. Wij gaan nu direct beginnen met het hoorspel bij de kapper. We hebben nog even een klein oponthoud. Als u straks rood krijgt, dan kunnen wij onmiddellijk beginnen. En nog een beetje geduld, alsjeblieft. Ja, zeker. Waarom kunnen we eigenlijk niet beginnen? Nou, ik denk dat er een of andere technische storing is. Of ja, misschien is de golf wel kapot, hè? Ja. Komt daar wel een mannetje? Die is zeker zijn huis kwijt, hoor. Ja, zeker wel. Bof ik even. De cipier zegt tegen me, alle plaatsen in de zaal zijn bezet. Komt u de volgende week dinsdag maar terug. Maar de volgende week dinsdag kan ik niet. Want dan viert mevrouw de 20e verjaardag. Ja, voor de 10e keer. Ja, en dan wil ik graag thuis zijn, hè. Toen ben ik een deur ingelopen. Stilte, uitzending stond erop. Ik naar binnen. En daar zat net iemand, een meneer, in zijn eentje hardop te praten. Zeker een luistervink die thuis niet aan het woord kan komen. En die zich eens wil uitleven. Enfin, ik doe de deur weer dicht en weer een andere deur open. En nou sta ik hier. Nou, kan hier ook goed zien. Ik zal er maar bij gaan zitten. Zeg, meneer, neemt u me niet kwalijk, maar hoort u bij het gezelschap? Wat zegt u? Ja, wat of ik zeg, ik vraag wat u hier komt spelen. Het podium is toch zeker alleen voor de artiesten? Ik ben van het spoortje, van de bonte dinsdagtrein, meneer. Ja, hoort u mij ten goede, maar waarom zit u dan niet in de zaal? U heeft hier toch zeker niks te maken? Waarom wilt u niet gaan zitten? Ja, is er niks om op te gaan zitten? Ja, ik ben gezond van lijf en leden. Dat is het niet, maar ik kan er geen houvast voor vinden, hè? Ja, goed, zeg, dan is de zaal zeker uitverkocht. Maar hier op het podium is het alleen gereserveerd voor de artiesten. Nou ja, die storen me niet. Laat ze maar net doen of ze thuis zijn, meneer. Nou ja, meneer, luistert u eens even. Ik wil u nog direct niet teleurstellen. U mag hier blijven zitten. Maar denk erom, de spelers die mogen geen last van u ondervinden. Nee, meneer, het is nooit. Ik kijk alleen maar. Hier is Hilversum, de AVRO. Dames en heren, wij vervolgen deze uitzending met de opvoering van het hoorspel bij de kapper. Spelleiding, André Speler. Rolverdeling... De kapper, Henri Krul. Een dame, Mary Blondel. Dag kapper. Mevrouw, dame aan het weef? Ja.
Aha. Ja, ik dacht dat ze geschoren moest worden. Stil toch, meneer, stil toch. Pardon. Zacht weertje, hè, mevrouw, zacht weertje. Ja. Zacht weertje, wat een leugenaar, het giet. Stil toch, meneer. Ja, pardon. Gaat u nog naar het concert, mevrouw? Ja, ik denk het wel. Helemaal alleen? Nee, met een vriendin. Daar zit je naast, vader. Stil toch, meneer, mevrouw, stil. Pardon. Wat heeft u toch een prachtig zacht haar, mevrouw? Wat een huigelaar is die vent. Wat een huig, het is net houtwol. Oh. Stil er maar alsjeblieft. Ja, pardon, meneer. Ik kan u voor dat concert wel een paar introducties bezorgen, hoor. Ach, werkelijk. Mevrouw, ja. Laat u zich niet in de luren leggen. Zo is het bij mijn nichtje ook begonnen. Nee. Ja, toch stil, meneer. God. Ik wil het toch zeggen, smijgelaar. Pardon. Zo, mevrouw, blijft u zo eens even staan. Ach, wat een pose. Venus van Milo. Buitengewoon, mevrouw, buitengewoon. Klassiek. Direct treffend, ontroerend. Werkelijk. U bent werkelijk precies de Venus van Milo. Wat een suffer, de Venus van Milo. Die juffrouw van Milo heeft geen armen, hoe kun je dat nou zeggen? Toch stil. Ik moet maar het kapper. Even mijn zakdoekje pakken, hè? Hé, waar is mijn pasje? Heeft die vent achterover gedrukt? Ik heb het gezien, dame. Politie! Politie! Ach, meneer, stil toch, dat hoort bij het stuk. Nee, vader, jij hebt geen eerlijke bedoelingen. En kappen kan je ook niet. Je zit met je tang in de oor. Ja, meneer, nog stilte alsjeblieft. Ja, ik laat hier in de Afro-studio niet een dame beroven. Oplichter, hangen zij je, politie! Ja, meneer, alles genoeg alsjeblieft. Gaat u eruit alsjeblieft. Taal kun je spelen. Wat is dat? Pardon. Nee, meneer, helemaal geen pardon. Houdt u nog wel uw mond af alsjeblieft. En doet u me allemaal genoeg en gaat u weg. Eruit. Meneer, ik zal verder mijn mond houden, maar ik zal u vertellen wat er aan de hand is. Mijn vrouw die zit thuis te luisteren. En toen ik met de bonte trein mee wou, toen zei ze, Govert, je bejokt me weer. Jij gaat biljarten. En om nou te bewijzen dat ik er ben, heb ik een woordje meegepraat. Begrijp u wel? Heb je me gehoord, Marie? Nou, zeg maar nou, is het toch goed, meneer? Verbent u toch alsjeblieft. Bent u helemaal gek geworden? Dan gaat u zitten op uw plaats. Ja, nou, ze heeft me gehoord. Nou ga ik biljarten. Nou. Ja, dames en heren, neemt u ons niet kwalijk voor de eigenlijke mislukking van dit hoorspelletje. Laat u zich vanavond niet teleurstellen. In ieder geval, de bonte etertrein trekt verder. En hij trekt verder onder het motto, lach je zorgen weg. Wie van het mooie leven dragen niet, en wie geen pessimist wil zijn. En die witser gading altijd in een revue. En van Abro's bonte trein, lach je zorgen weg. Luister wat ik zeg. De bonte trein rijdt weer met de revue, met vrolijkheid amuseren bij u. Lachen schenkt weer kracht voor al het werk dat u wacht. De bonte trein vol met zonneschijn wil voor een ieder mens. Lach je zorgen. De bonte trein rijdt weer met de revue, met vrolijkheid amuseren bij u. Lachen, voor al het werk dat u lacht. De bonte trein vol met vrolijkheid en van Is u meneer Natura Artis Magistra zelf? Ja, ik ben de directeur, ja. Nou, dan zit u ook aardig in de beesten. Nee, meneer. Ja, ja. Komt u hier om me dat te zeggen? Wat betekent dat? Nou, neemt u me niet kwalijk, ik schepte. Ik kom op de advertentie voor huisbezoekers. Zo, zo. Ja, juist. Heeft u al eens eerder als huisbezoeker gewerkt? Nou, gewerkt niet direct, maar ik heb wel zo af en toe voor me genoeg enige huizen bezocht, dat wel. Juist. Ja. En vertelt u eens, is u wel bespraakt? Nou, dat is te zeggen, dat weet ik niet meer. Ik ben al 8 jaar getrouwd, ziet u. Ja. Ja, ik hoor het al. Nou ja, dat zal wel loslopen.
Vertelt u eens, heeft u tact? Ja, één voor de één voor het strijkijzer en één voor de stofzuiger. Nee, geen contact. Ik vraag of u tact heeft. Oh, tact van optreden. Tact. Ik zal u een voorbeeld geven. Ja. U komt op huisbezoek bij een familie. Ja. Niet waar? En meneer en mevrouw hebben juist hooglopend verschil van mening. Aha. Ja, wat is er gebeurd? Mevrouw heeft een Angora katje waar ze dol op is, nietwaar? En meneer is dol op haché met rode kool. Oh. Ja. Hij heeft zich even omgedraaid en daar heeft die kleine Angora kat zijn hele bord haché met rode kool leeggegeten. Hey. Meneer is natuurlijk woest, beukt met zijn vuist op tafel. Hey. Mevrouw protesteert, begint te snikken en valt flauw. Op dat moment komt u binnen. Wat doet u? Wat ik doe? Ja. Ik ga opbellen naar de kattenbakcentrale. Ja. Dat lijkt me het enigste. Ja. Dat lijkt me het enigste. Ja, inderdaad. Heel tactisch. Ja. Heel tactisch. Natuurlijk, dat leidt af, nietwaar? Dat leidt af, ja. Hè? Nou, dus u weet waar het om gaat. Huisbezoek ten bate van artis in nood. Wat dat in heeft, dat hoef ik u natuurlijk niet te vertellen. Nee, dat weet ik. U vertelt de mensen wat er aan de hand is. En het eindresultaat moet zijn dat u een bijdrage verwerft tot steun van artis, begrepen? Ja, dat heb ik begrepen. Meneer. Nou, dan zou ik zeggen, gaat u er maar op uit, nietwaar? Goed. Veel succes, meneer. Ik dank u wel. Tot ziens. Dank u wel, meneer. Nou, dat baantje heb ik. Maar hoe kom ik nou te weten waar ze haché met rode kool eten? En waar ze een katje in huis hebben? Ik zal hier maar eens aanbellen. Meneer? Dag, mevrouw. Mevrouw, hoe is het met de kat? Met de kat? Ja. Ach, meneer, ik heb geen kat. U is verkeerd. Oh, nou, dan kan u ook geen ruzie met uw man krijgen. Ruzie met mijn man? Nee. En wat bedoelt u? Wat komt u doen? Dat zal ik u zeggen, mevrouw. Ik kom op huisbezoek voor de beesten. Ja, meneer, ik heb geen beesten. Nee, niet voor uw beesten, maar voor de beesten van Artis, mevrouw. Die zijn in nood. In nood? Hoezo? Weet u dat niet, mevrouw? Ach, nee, ik kom zo weinig op straat, ziet u. Wat is er met die beesten? Ach, mevrouw, het is zo vreselijk. De ijsberen, mevrouw, de ijsberen, die staan op smelten. Oh. Ja, het is vreselijk, mevrouw. Daar komt er is geen geld meer in huis voor ijs. Ah. Nee, mevrouw. En geen stukje vanille meer in huis. Ah, ontzettend, ja. Meneer. Daar wist ik niets van. En waarom is dat? De slechte tijden, mevrouw. Slechte tijden, mevrouw. En de slangen, mevrouw. Ja. De slangen. Ja. Oh, helemaal vergaan. Ah. Helemaal vergaan en alle ventieltjes verroest. Wat zeg je? Ja, mevrouw. Ja, maar ik ben er nog niet, mevrouw. Ik ben er nog niet. De papegaaien, mevrouw. Wat is er met de papegaaien? Vreselijk, mevrouw. Ze moeten allemaal nieuwe lesboekjes hebben. Lesboekjes? Ja, allemaal nieuwe lesboekjes voor de Marchandse spelling. Ja. Ja. En geen cent in kas, mevrouw. Geen cent in kas. Ja, u vertelt me er allemaal vreselijk gekke dingen, hoor. De waarheid schelen... De waarheid, mevrouw. En de leeuwen, mevrouw, de leeuwen. In 4 dagen geen middageten gehad. Ach, vreselijk. Ja. Voelt u er niks voor om een leeuwtje te adopteren, mevrouw? Oh, nee, ik, meneer, ik zou niet durven. Ach, nee, maar ik vind het wel vreselijk. Ach, hoor. Is om te huilen, mevrouw. Ja. En dan moet u de olifanten zien. Ach, dat is zo sneu, mevrouw. Het vrouwtje is helemaal uitgeteerd, mevrouw. Stakkerig. Alleen de huid is er nog van over. Die hangen ze 's nachts over een klerenhangertje. Nee. Ja, en de mannetjesolifant, mevrouw, de mannetjesolifant, dat is zo sneu, mevrouw. Och, ontroerend. Die gaat 3 maal in de week gaat hij met zijn slurf uit stofzuigen om er wat bij te verdienen. Ja, het is verschrikkelijk. Om er wat bij te verdienen. Ja, het is ontzettend. Zielig, hè? Zeg, Simone, luister eens even. Ja, stel de Pieter, is toch bezoek? Ja, dat kan me niet schelen of jij bezoek hebt. Ik vind hier wel een nieuwe modistenrekening van jou. En die betaal ik niet. Heb je nog zeker weer stiekem gekocht om mij een beetje te kunnen bestelen op mijn huishoudgeld? Voel je Piet, denk toch om die meneer? Ach, wat die meneer, welke meneer, dat kan me niet schelen. Iedereen die mag het horen wat ik te zeggen heb. Je bent een slang. En je ma, dat is een hyena. En je zuster een malle bakvis. En je broer ben ik een ondankbaar hond. Oh. Ja, wat zegt u meneer? Steunt artis, meneer. No. Ja. Oh, my life.
te zorgen bij haar. Verrukkelijk. Hier, neem deze roos. Als aandenken. Ik zal hem doden. Ah! Oh, ben jij, hè? Hallo. Zeg, vertel eens even wat verkeerd, jou. Wat ben je opgewonden? Heb je dat niet gezien? Marita, de vrouw die ik aanbid. Ja, dat weet ik. Ze heeft nog een aanbidder. Oh, zo heeft ze nog een aanbidder. Nou ja, zeg, maar je bent toch zeker niet met haar verloofd? Allicht is er nog iemand die Marietta aanbidt. Nou, maar dat hult ik niet. Dat hult ik niet. Ik zie groen van jaloezie. Kijk eens hoe groen of ik ben. Ja, ik zie wel dat je groen bent. En wist ik maar wie het was. Vraag het haar. Ja, dat heb ik gedaan, maar ze zegt het niet. O, mijn hart klopt ombraak. Voel mijn hart eens kloppen. Nee, die kan. Oh. Zit hier. Ik weet dat ze nog een aanbidder heeft. Ik hoorde de muziek van zijn gitaros. Hij speelt vals ook. Zijn E-snaar is te slap. Wist ik slechts de naam van die valsspeler. Ik zou hem naar Jacob Hamel sturen om de toonladders te leren. Als debutantje. Juanito, wist toch niet zo woest? Ja, ik ben woest. Wist ik maar de naam van het individu wat tussen mij en Marita staat. Dan zal ik jou een raad geven. Ja, jij bent mijn vriend. Heb je een revolver? Nee, ik schiet liever schriftelijk. Dan nu. Hier. Als ik hem krijgen kan, is dit mijn revolver. Oh. Nou, luister goed naar mij. Dan ga je hier om de hoek. Versta je me? Ja. Je gaat hier om de hoek en je schiet je revolver af. Als Marita het schot hoort, dan komt ze natuurlijk naar buiten. Ja, en? Dan zegt ze, ah, vendetta. Dat zeg ik. Dat zeg jij? Ja. Marita, wat tussen jou en mij stond, dat heb ik gedood. Ik zeg, ah, vendetta. Marita, wat tussen jou en mij stond, heb ik gedood. Zou ze me dan om mijn hals rollen, denk je? Nee. Maar als ze dan werkelijk een beetje gecharmeerd is, of die andere aanbidder, dan zal ze roepen, oh Juanito, of oh Nicolaas, of oh Dinges. Dinges? Ja. Zou ze met ene Dinges flirten? Nou ja, dat weet ik niet. Maar in elk geval zal ze op dat moment, in haar schrik, in haar ontsteltenis, zijn naam noemen. Ja, dat is zo. Dus ik schiet eerst om een hoekie. En dan roep ik, oh Nicolaas Dinges, nee. Nee. Nee, nee, dat roept zij. Dat roept zij. Dat roept zij. En dan weet ik het, dan weet ik wie het is. Zeg, kan dat stuk kanon niet aan de verkeerde kant afgaan? Nee, nee, je trekt maar aan de haan en die gaat af. Nou, dan moet hij het maar hebben ook. Zeg, ik zal hem maar een beetje ver van me afhouden, hè. Nou, ik wens je veel succes. Nou, dat gaat. Sint-Nicolaas, kapoentje. Nee. Zeg, wat heb je gedaan? Marita, al wat tussen ons stond, heb ik gedood. Nee, dat kan niet. Nou gaat ze dingen zeggen. Nou kom ik het te weten. Ja, Marita, die vent die tussen ons stond, heb ik gedood. Ja, welke? Wat? Welke heb je? Welke? Ja. Welke? Ja. Welke? Ja, ik heb maar één schot gehoord. Dus die andere vijf die leven nog. Vijf? Vijf? Nou, kereltje, ga jij maar eens even mee. Ik ben van de recherche. Vuurwerk afsteken, hè? Vuurwerk? Ja, het is nog geen koninginnedag. Ga mee, mannetje. Ja, mee. Maar hoort meneer Hoofdbureau, hoort. Nee, 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 ga jij maar eens even mee. Maar het is ook werkelijk zo dwaas, hè. Er wordt altijd maar over liefde gesproken, terwijl het helemaal nog geen liefde is. Juist als het een klein beetje sympathie gaat worden, zegt iedereen het is liefde. En hoeveel teleurstellingen zouden er niet bespaard blijven.
als we beter zouden begrijpen wat of sympathie was. Ja. Twee jonge mensen en hij en zij. Alles dat lacht en het is juist mij. Al wat je dan denkt is vaak verkeerd. Dat heeft het leven mij wel geleerd. Wisselaar, sympathie, sympathie, slechts sympathie. Ik in die ogen zie, is het mooist dat twee mensen zich morgen en wensen. Want als de wil, ik zag je hand, en dat zegt niet zo lang, ik weet het al wat. Komt meestal vrij onverwacht. Juist als je heel niet aan liefde dacht. Denk je aan liefde in je fantasie, dan blijft het vaak bij wat sympathie. Zeg, dat is lang geleden. Zeg, wat zie je er weer chic uit. Nou, die man van jou, dat is me toch een goeie, hoor. Kind, wat heb jij een garderobe? Nou ja, je moet je man ook opvoeden. Vroeger kreeg ik het ook niet zo makkelijk. Nou, mijn man zegt eenvoudig, ik kan het niet betalen. Allicht. Maar dan moet je hem bang maken. Als ik een bontjas wil hebben, dan zegt hij ook eerst nee. Ga je dan huilen? Wel nee, zonder van mijn tranen. Dan zeg ik, goed, geef je hem niet. Dan ruk ik gewoon de kleren van mijn lichaam. Ik trek de oudste voor de aan die ik heb. En dan ga ik wandelen door de Kalverstraat. Van de Munt naar het Centraal Station. En dan zal iedereen weten hoe jij je vrouw erbij laat lopen. Nou, het is wel een krachtmiddel, hoor. Ja, maar het helpt. Zeg, ik zal het ook eens proberen. Ik heb een dot van een voorjaarscomplex gezien. Dus ik zeg, ik ruk me de kleren van mijn lichaam.
Ik trek oude vodden aan en ga wandelen in de Kalverstraat van de Munt tot aan het Centraal Station. Juist. En dan geeft hij het direct. Ik geloof dat ik je man hoor, zeg. Dag kind, veel succes hoor. Dag. Dag, dag Didi. Dag. Dag Didi, dag vrouw. Dag lieve. Dag vrouw. Dag Didi. Dag vrouw, dag Didi. Zeg, wat ziet Didi er weer charmant uit. Ja, hè? Ja. Maar mijn man is ook trots op me. Dag. Dag. Daar, dag. Dag Didi. Dag Didi. Dag Didi, dag vrouw. Dag Didi. Zeg Manny, luister. Ja vrouw. Laat ze lekker eens raden wat je gaat vertellen. Ja nou? Je rubbers schommelen. Ja, je hebt gelijk. En je olie zijn gezakt. Ja, precies. En het is zo'n slechte tijd. Ja, werkelijk. Ja, maar hoe... Ja, het is haast niet bol te werken, hè? Ja, dat is absoluut waar. Ja, en het wordt nog slechter. Ja, inderdaad. Manny. Hè? Ik wou je wat vragen. Nou, straks, kind. Straks. Ik heb nog wat te schrijven. Dan komt, ik moet reclameren bij de belasting. Ben te hoog aangeslagen. Hé, nee, doe dat nou niet. Houd toch een beetje je stand op. Ik vind het zo leuk als de mensen denken dat we rijk zijn. Oh, wat zijn die vrouwen toch onpraktisch. Laat mij maar begaan. Ik zal die meneer wel eens even wat schrijven. Net een kolfje naar mijn hand. Edelachtbare heer. Ach, edelachtbare. Het is toch geen rechter? Nee, dat is zo. Dat is zo. Welgeboren, maar niet gestrenge heer. Dat kan ik niet. Natuurlijk niet. Zo noem je zo'n man toch niet? Nee, dat is niks. Zo doe je. Nee, ik geloof het ook niet. Dan zal ik zetten... Door geluchte, zeer edele heer. Maar Manny nou toch? Nou ja, hoe moet je zo'n snuiter nou betitelen? Zeer geleerde, doodgeboren. Nee, dat kan niet, dat is onzin. Nee, hoor, ik is doodgeboren. Was maar waar. Nee, dat is onzin. Weet je wat, ik zet heel gewoon, meneer de inspecteur. Ja, denk eraan het koeriernummer te vermelden. Oh ja, dan zal ik me daarmee beginnen. Voor ik het vergeet. Meneer de inspecteur, in het bezit van mijn koeriernummer... Oh, nee, dat schrijf je toch zo niet? Nee, dat schrijf je zo niet. Dat moet weg. Dat komt straks. Meneer de inspecteur, in verband... Ach, je bent toch niet in verband? Ja, maar als je me nou geregeld in de war maakt, dan kom jij in verband. Oh. Even kijken, hoor. Meneer de inspecteur, ondergetekende... Nicolaas Wilhelmus Jan Doedel neemt hiermede de pen ter hand in hoge nood. Nee, dat kan niet. In hoge nood. Ik geloof, die eerste brief was beter, dat is onzin. Nou, ik zal het maar zeggen. Meneer de inspecteur, een dringende behoefte noopt mij... Nee. Dan zal ik zetten, wacht nou even, dit kan dus ook niks, hè. Meneer de inspecteur. Mijn koeriernummer zal u waarschijnlijk niet vreemd zijn. Na rijp overleg met mijn gade... Zeg je dat mij er buiten, hoor? Ook al goed. Meneer de inspecteur, ik doe u deze toekomen in blijde verwachting... Ja. Nee, dat is ook niks. Nee, laat mij nog maar begaan. Meneer de inspecteur, laat ik het kort maken. Ik ben aangeslagen voor een inkomen van 8720 gulden. Dit moet zijn 7218 gulden. Hoogachtend W. Jansen, koeriernummer 48-53-261-688, Bies. Ziezo, die zit. Manny. Ja. Manny. Doe nou niet zo aanhaalderig, vandaag niet. Hé, Manny, nee. Luister nou eens. Ja. Zeg, heb je die brief flink en kordaat geschreven? Ad rem, hè? Jij kunt die dingen zo goed, hè? Ik ben maar een zwakke, domme vrouw. Ik ben echt trots op je. Dat scheelt je zeker wel 100 gulden belasting, hè? 100 gulden? 100 gulden? 200 gulden? 250 gulden? Ja, ik laat mijn kisten. Hm. Nou, laat mij maar gaan. Vind je zo flink, hè? En ik ben toch zo blij. Hoezo blij? Ja, dan kun je me dat zomercomplet geven dat ik gezien heb. Kost me 130 gulden. Zomercomplet? Ja. Nou, maar ik denk er niet aan. Je weet toch wel... Ach, ja, ik weet het wel. Het zijn slechte tijden. Ja. Maar ik blijf zo niet lopen.
Dan scheur ik me de kleren van mijn lichaam. En ik ga met vodden de straat op. En dan ga ik wandelen midden in de Kalverstraat. Van de Munten tot aan het Centraal Station. Dan zal iedereen zien hoe jij je vrouw erbij laat lopen. Ja, maar dat kan je toch niet doen? Dat kan je toch niet doen? De kleren van je lichaam scheuren. Wou je dan met vodden door de Kalverstraat gaan lopen? Van de Munten naar het Centraal Station. Dat kan je toch niet doen? Iedereen weet toch dat je mijn vrouw bent? Ik doe het, ik doe het, ik doe het. Doe je het wel? Ja. Doe je het wel? Ja. Ga je lopen? Met al die potten aan ja, je lijf? Met al die potten aan mijn lijf. Van de Munt naar het Centraal Station? Ja, ja. Van de Munt naar het Centraal Station? Ja! Dan kom je over de Dam, hè? Ja, natuurlijk. Daar is het belastingkantoor. Gooi meteen die brief in de bus. Ja. U zult wel denken, wat zie ik er ondernemend uit? Dat komt, ik ben op weg naar een huwelijksbureau. Ja, niet voor mezelf hoor. Nee, ik ben al 8 jaar weduwe. Ja. Maar ik heb een dochter, ziet u. En die is in de jaren des huwelijks. Het is een beeld van een meisje. Een beeld, sprekend mijn evenbeeld. Maar ze is een beetje schichtig. Om zo te zeggen, een beetje kopschuw. Nou heb ik gezegd. Laat je papa maar eens begaan. Dat ben ik. En aangezien ik niet onbemiddeld ben, zodat ik er een gezellig stuivertje kan achterlaten, wil ik eens gaan neuzen op zo'n huwelijksbureau. Ik heb gehoord dat daar tegenwoordig de gelukkigste huwelijken vandaan komen. En dan erbij, op het stadhuis geven ze je ook geen jaargarantie. Ik ga maar eens praten. Sergeant, Jansen, luister eens even. Ja, meneer, ik moet roepen, meneer. Ja, natuurlijk. Zeg, wat moest die dame? Ja, stel je voor, die wou haar eigen laten inschrijven voor een man. Ze dacht dat het hier een huwelijksbureau was. Ja, wat heb je gezegd? Nou, ik heb gezegd dat ze in gebruikte automobielen doen, nietwaar? En niet in liefdesbanden. Nu is ze weggegaan. Oh, je bent een ezel. Voordat we hier kwamen, was er inderdaad hier een huwelijksbureau gevestigd. Oh, ja? Dat is nou op nummer 83. En ik heb die meneer beloofd, als er nog meer mensen kwamen voor het huwelijksbureau, dan zou ik ze naar hem toesturen. Oh meneer, dat wist ik niet. Ja goed, maar denkt u er dan in de vervolg van aan dat u wel moet denken? Ja. Niet waar? Ja, dus in de vervolg, als het weer voorkomt, stuurt u ze naar die meneer toe. Ja, en gaat u nu naar de garage en zegt dat Smitty toezit er even op knapt, hè? Ja zeker meneer, komt u naar meneer. Prachtig, ja. Ja, hallo? Met Lindemans Autobeurs. Ja meneer. Ja natuurlijk meneer. Ja zeker. Nee, dat niet meneer. Nee meneer, motorfietsen koop ik niet. Nee, natuurlijk niet, meneer. Ja, dag, meneer. Jazeker. Ja. Meneer? Ja, meneer? Waar is de heer om u te spreken? Oh, laat u maar binnen. Ja, meneer. Ah, zo. Dag, meneer. Goedemiddag. Meneer, ik kom eens kijken of u wat voor me heeft. Nou, dat zal wel, meneer. Ja, eigenlijk is het niet voor mij, het is voor mijn dochter, hè? Nou, dat komt prachtig uit, meneer. Ik heb juist een Italiaan binnengekregen. Een Italiaan. Een Italiaan. Oud? Hij heeft 60.000 kilometer gelopen. Nou ja, 60 lopen. Als het doorgaat, krijgt hij van mij een fiets. Ja. En is er goed mee om te gaan, meneer, voor een vrouw? Ik ben een beetje bang voor een Italiaan, ziet u. Oh, meneer, een kind kan hem besturen. Maar uw dochter, meneer, moet hem vooral goed in de olie houden. In de olie? Nou, dat is voor mijn dochter ook niet gezellig. Zeg, meneer, is hij nogal handelbaar als hij in de olie is? Oh, meneer, dan kan je met hem doen wat je wilt. Nou, dat is tenminste nog geen kwaaie dronk. Zeg, meneer, wat ik vragen wou, is die lelijk? Nee, meneer, werkelijk niet. Hij is nog zeer presentabel. Er zaten een paar deuken in. Deuken? Ja, meneer. Maar die deuken, die hebben we er zelf uit laten halen. Een paar deuken?
Ja, meneer. In die Italiaan? Ja, meneer. Ja, meneer, een paar deuken, dat kan toch? Ja. Maar meneer, het is in ieder geval een Italiaan van klasse. Hij is nog eens een keer op een harenkarretje gevlogen. Oh. Ja, natuurlijk, natuurlijk, toen hij in de olie was, hè. Ja, hij is altijd dik in de olie geweest. Hij verbruikt nogal een beetje, ziet u? Oh. Nou, ik zeg het eerlijk. Nou ja, daar moet mijn dochter maar aan wennen. Ja, de vorige eigenaresse, meneer, had spijt dat hij wegging. De vorige eigenaresse? Dus hij is geen, ik bedoel, hij was al eens een keer. Ja, zeker, meneer. Ja, zeker, meneer. Een dame uit Den Haag, een hele rijke dame. Dank je. Maar die wou voor de variatie nu wel eens een Amerikaan hebben. Oh, wat een moraal toch tegenwoordig, hè. Ach, meneer, die vrouw die kan het zich permitteren. Als uw dochter nou maar een half jaar heeft, dan moet ze de kop er eens af laten nemen. Wat zegt u, meneer? Ik zeg de kop eraf laten nemen, meneer. Ja, heus. De kop eraf? Ja, meneer. En dan laat ze de kop eens helemaal goed uitbikken. En een... Uitbikken? Ja, meneer, en een beetje schoonkrabben. Ja, dan gebruikt hij ook meteen minder. Die is zeker erfelijk belast, hè? Zeg, meneer, heeft u er niet een met een goede kop en die niet zoveel drinkt? Ja, zeker, meneer, die heb ik ook. Ik heb nog een grijze Amerikaan. Oh, hebt u geen Hollander? Nee, meneer, Europeanen, die kan ik u niet aanraden. En die Amerikaan, is die erg oud, die grijze? Wel, nee, meneer, en betrouwbaar en stroomlijn, hè? Stroomlijn? Oh, stroomlijn! Nou, meneer, kom. Kom eens even. Ah, stroomlijn. Stroomlijn. Ja, zeker, meneer. Stroomlijn. Ja, meneer, lacht u daarom? Inderdaad, ja. Helemaal gestroomlijnd. Nou ja, dat gaat er wel af, meneer. Dat gaat er wel af. Gaat dat er wel af? Ja, dat gaat er wel af, hoor. Hoe dat zo? Nou, mijn dochter kookt zelf. Zeg, meneer, wat ik vragen wou, is hij nogal, Ja? Hoe zeg zal ik het zeggen, hoe zal ik het zeggen, is hij nogal... Nou, hoe? Nogal kwiek. Hoi, jee, meneer, je geeft hem een trap en hij loopt. Dus hij moet eerst een trap hebben. Ja. Nou ja, een trap, een duwtje met de voet. Oh, een duwtje. Je krijgt wat in je huis als je kinderen groot worden. Oh. Ja, meneer, maar één ding, dat moet uw dochter zeer goed onthouden. Ja. Voor ze wegloopt, moet ze eerst het gas afzetten. Gas afzetten? Ja. Het gas. Oh, ik begrijp, is hij nogal zwaarmoedig? Nee, luister eens even. Dat komt eigenlijk zo. Wij hebben een van zijn cilinders laten uitboren. Zeg, meneer, heeft hij zo'n dikke kop? Ja, hoe bedoelt u dat? Nou, u zegt, u hebt zijn cilinder laten uitboren. Oh ja, maar kijk eens even, daar merkt u nog niets van. Maar als uw dochter zelf wil komen, met iemand die er verstand van heeft, dan kan ze hem gerust helemaal uit elkaar laten nemen. Nou, meneer, dat vind ik zo griezelig. Mijn kind is zo teer besnaard, meneer. Zo, meneer? Ja. Nou ja, dan kan ze hem een week op proef krijgen. Wat zegt u? Een week op proef? Ja. Nou ja, daar is toch zeker niets op tegen. Nou, dan is het geen fatsoenlijk Amerikaan, hoor. Oei! Nou, meneer, in ieder geval, gelooft u me nou, ik sta ervoor in. Uw dochter kan er nog minstens 2 jaar mee voort. En als die af begint te takelen, dan betaalt ze wat toe en dan ruilt ze hem in voor een nieuwe. Dat is vreselijk, meneer. Zeg, meneer, wat gebeurt er dan met deze? Och, die slaan we met een moker in elkaar. Ah, meneer,
U is een kannibaal, meneer. U bent een slavenhandelaar. Ja, maar wat wilt u dan, meneer, erbij doen? Dat we al die aftandse auto's in een musea zetten? Auto's? Ja, meneer, auto's. U moet toch een tweedehands auto hebben voor uw dochter? Ik wel, nee, meneer, een man. Een man? Ja. Maar wanneer neemt u me niet kwalijk, dan bent u verkeerd. Dan moet u op het huwelijksbureau zijn, op nummer 83. Oh, dat wist ik niet, meneer. Vandaar van die cilinder, hè? Ja, natuurlijk. En die stroom, wat jammer, meneer. Ach, wat jammer van die stroomlijn. Ja, inderdaad, hè. Is dat wel jammer. Echt jammer, hoor. Ik had echt al op die stroomlijn gerekend, meneer. Okay. Ja, ik ben de vader, ziet u. En ze is huwbaar. Maar bleu, meneer, bleu. Schuchter. Als ik het niet opknap, dan huwt ze nooit, meneer. Zo. Argeloos en onwetend, meneer. Meneer, als u nou het geluk van uw dochter wil, geef haar dan liever een auto. Een auto komt niet alleen 's nachts thuis. En een auto die zal haar niet slaan. En een auto liegt niet. En een man, nou ja, in ieder geval, meneer, wij zijn toch onder elkaar, niet? Ja. Zal ik er even opbellen wat ze wil, meneer? Nou, meneer, zo u wil. Ja. Doet u dat even? Nee, dat lijkt me toch wel het beste. Ja, ik zal er ook, als ze maar niet schrikt, meneer. Nou ja, waarom zal ze schrikken? Ach, die is nog zo'n kind, meneer. Ik zal er even opbellen. Nou ja, ik geloof zeker dat die smeer ik wel een auto aan. Wat een aardige vergissing, een huwelijksbureau of een auto. Anastasia! Ja. Wat? Met je papi. Ja, zeg, hoor. Wat? Wat? Wat, heer? Wat, heer? Oh, meneer. Oh, water, meneer. Water, water, meneer. Waarvoor moet u water hebben, meneer? Mijn dochter, meneer. Meneer, wat is er met uw dochter? Mijn dochter, meneer. Wat is er met uw dochter, meneer? Ja, moet ze nou een wagen hebben, ja of nee? Ja, ze moet wel een wagen hebben, meneer. Ja, meneer, maar wat voor een wagen? Een kinderwagen, meneer. Ze was al 2 jaar getrouwd, maar dat wist ik niet. Oh. Of ik naar de bloembollen geweest ben, juffrouw, nou schuit u maar uit. Och, je wordt er gewoon weg kleurenblind, hè. Er was één juffrouw, zeg, en die wou maar Adam zijn neus afplukken. Nou, ik ben ook nog naar de bloembollen geweest met mijn man. Was erg leuk, hoor. Zo. Ja, we hebben nog geluncht ook. Oh ja? Ja, fijn, hoor. Nou, kalfstong. Zo. Stond er op het menu. Mijn man wou het niet hebben. Houdt u er niet van? Nee, principieel niet, juffrouw, principieel. Hij zegt, ik eet niet wat een ander in zijn mond gehad heeft. Ik zeg tegen hem, nou neem dan een ei. Oh, je vrouw. Ja. Zeg, je vrouw. Ja. Luister eens even. Weet u dat bij juffrouw Jansen weer een blijde gebeurtenis heeft plaatsgevonden? Oh nee, de 14e, juffrouw. Dat lijkt wel een ooievaren, ja. Dan komt ze was even een boodschap gegaan. En in die tussentijd heeft het kind de inkpot leeggedronken. Oh ja? Ja. Zielig, zo, hè? En heb u er een dokter bij gehaald? Wel nee, juffrouw, dat was niet nodig. Ze heeft hem een vuil vloeipapier op laten eten. Nou zeg, ik heb van de week nog wat beleefd. Ik denk, nou, ik moet er met de paasdagen toch netjes uitzien, hè? Ja. Ik moet een paar nieuwe schoenen hebben, juffrouw. Ach, en dat is zo'n ramp voor mij, hè? Met die extra ogen die ik heb. De ene schoen naar de andere heb ik aangetrokken. Die uit en die aan, juffrouw. En elke schoen deed me een pijn pas om te huilen. Ik ben er op lange lijst doodziek van. Ik zeg, juffrouw, nou kan ik er niet meer naar kijken. Gaat u uw gang maar. Ze past aan en ze past uit. En eindelijk, juffrouw, ik denk, ja hoor, die zitten me heerlijk ruim. Ik zeg, ja, juffrouw, die passen me. Zegt ze, geen wonder, juffrouw, u zit nou met uw voet in de schoenendoos. Zeg, juffrouw, luister eens even. Ja, juffrouw. Wat ik u zeggen wou. Woont die tandarts niet meer bij u? Nee, juffrouw, verhuisd.
Het gaat maar mijn hart, hoor, de vrouw. Het is nou zo leeg om me heen. Ja, en stil natuurlijk, hè. Oh, ik mis hem zo, je vrouw. Het is zo vreemd dat ik zijn patiënten niet meer hoor gillen, hè. Nee. Nee, kijk, iedere dag in de radiobode of ze een zangeres uitzenden. Dan zet ik mijn radio hard aan, dan is het net of wie er nog is, hè. Ja. Zeg, gaat u nog naar de vergadering van de vrouwenbond? Ja, je vrouw, ik doe een aanspraak. Gaat u als aanspreekster optreden? Ja, je vrouw, ik neem het woord. Ja, maar waarover dan, je vrouw? Over de werkende vrouw? Nee, je vrouw, over de rechten van de kat. De rechten van de kat? Ja, je vrouw, over de huisdierlijke misstanden. Een kat is ook een mens, je vrouw. Precies zo u zegt, je vrouw. Maar hoor nou eens even, om nou zo in het openbaar zo ineens het woord te gaan voeren. Nou, ik ben wel brutaal, maar daar ben ik toch te schuchter voor, je vrouw. Ik niet, je vrouw, strijden moeten we. Zeg, en doet u die raadsvergadering helemaal uit uw hoofd? Uit mijn blote hoofd, je vrouw. Ben hem aan het leren, hè? Oh ja? Ja, daar ligt het papiertje. Oh. Misschien wil u me even souffleren, je vrouw. Nou, vooruit dan maar. Oh, dit is het, hè? Ja. Eens even kijken. 3 onderlijfjes, 2 camisooltjes, 2 paar kniekousen voor de kat, je vrouw. Ach nee, vrouw, dat is het lijstje van de wasman. Die reden staat aan de andere kant, hè? Oh ja, nou zie ik het, ja. Ja. Oh ja. De rechten van de kat. Ja, het begin weet ik wel, juffrouw. Als ik steken blijf, zegt u het me wel even voor, hè? Ja, prachtig. Daar gaat hij dan. Huismoeders en loslopende dames. De tijd is aangebroken om ons eens ernstig te verdiepen in de kat. Mooi gezegd, mooi gezegd. Waarom, mijn dames, is de man het enige bevoorrechte huisdier? Ook de kat komt een plaatsje toe op onze schoot. Bravo, bravo, juffrouw, bravo. Wij moeten de man... Uit het dakgoot houden. Uit het dakgoot houden? Ach nee, juffrouw, u slaat een blaadje te veel op. Oh ja, 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 ja. Nee, nou zie ik het al. Oh ja, wij moeten de man aan het verstand brengen... Aan het verstand brengen dat de turfmolm onhygiënisch is. Ook de kat heeft recht op een gezellig zitje. Geef onze kat de beschikking over de badkamer. De man eruit en de kat erin. Ladies, het gaat om onze... Om wat, juffrouw? Om onze politieke asperges. Om de asperges? Ja, dat staat er. Nee, ook, het gaat om onze politieke aspiraties. Oh ja. Waarom moet de kat haar verloofde ontvangen in een koude dakgoot? Precies zo u zegt, juffrouw. Laat de man op het dak gaan zitten. Ja, juffrouw, is u nou aan het woord of ik? Nou ja, het viel me net zo lekker uit de mond, hè. Dames? Oh!